Ik ben Lex Heijmans, omgevingsmanager bij Waterschap Brabantse Delta op het project Verbetering Regionale Keringen. We zijn hier vanavond op de inloopavond voor de gemeente Drimmelen, Ter Heide. In West-Brabant is rondom Ter Heide, maar ook de gemeente Etten-Leur, Moerdijk, 22 kilometer dijk getoetst en te zwak bevonden. Wij van het Waterschap proberen die regionale kering te verbeteren, te versterken en dat heeft bepaalde invloed op Ter Heide. Op de haven, op de bewoners, op het agrarische gebied. En wij zijn er vanavond om een toelichting te geven aan de belangstellenden. We hebben hier een overzicht van de trajectaanpak bij de gemeente Drimmelen, Ter Heide. Ter Heide omvat een deel agrarisch gebied, het buitengebied, en een deel rondom het dorp en de dorpskern. Veel verschillende aspecten, veel verschillende belangen, waarbij wij een dijkversterking realiseren, deels in grond, vooral in het buitengebied, door het dorp zelf ook in grond. Rondom de haven komen we een keerwand tegen. Dan gaan we langs de Marokkant, gaan we een mooie dijkversterking grond realiseren. Komen we aan bij de lacunes, bij de roeivereniging, waar wij een mooie keerwand gaan wegzetten. Om het dorp Ter Heide te beschermen tegen het hoogwater. We staan hier bij het deelgebied Ter Heide Marokkant. Bij Ter Heide Marokkant hebben wij het buitenwaartse dijkversterking voorzien. Dat moet hier buitenwaarts, omdat wij anders bij de tuinen in de mensen komen. Wat wij hier hebben voorzien is het behouden eigenlijk van het voetpad op ongeveer dezelfde locatie. Waarbij er een kleine verhoging van circa 70 tot 90 centimeter verhoging komt. Buitenwaarts. Er wordt een mooie dijk in klei afgewerkt met een grasmat. Ditzelfde patroon dit volgen we eigenlijk helemaal door tot om de hoek bij Ter Heide Haven, waar we uitkomen bij het veerhuis en bij de parkeerplaats en bij het kaderwandje. Aangekomen bij Ter Heide Haven gaat de groene dijk over in een keerwand. De keerwand die gaat door de tuin bij het veerhuis. Langs de haven zelf af. Het keerwandje die plaatsen wij op 3 meter vanaf de huidige kade, zodat het water gewoon bereikbaar blijft. De passanten kunnen aanmeren, kunnen opstappen en die kunnen gewoon de rest van het rijden bereiken. Aan het einde van de keerwand gaat de dijk weer over in een groene waterkering, van klei. Daarbij gaan we eigenlijk rondom de kop van de haven, tegenover de kleine schans, richting de markt terug. Aangekomen bij de markt gaan wij de hoek om bij de Bastion. Vanaf de haven gezien gaan we verder in een dijk met klei en een grasmat. Dat ontwerp volgt eigenlijk tot aan de ijsbaan waar dat we overgaan in het nieuwe deel, het andere deelgebied, Ter Heide buitengebied. Nog wel leuk over dit deel van Ter Heide te vertellen is dat we in ieder geval minstens 80% van het materieel aan willen voeren over het water. Om op deze manier het dorp te ontlasten van vrachtwagens en te veel verkeer en vervoer door de straten. Dit proberen wij te doen door laadlos locaties langs de Marokkant en langs de Bastion te voorzien. Verder is het nog wel leuk om te vermelden dat we samen in samenwerking met de gemeente ook de haven aan het bekijken zijn. Net zoals de aankleding van het keerwandje waar ik het net over had. Wij hebben een betonnen keerwandje voorzien, maar de gemeente die gaat het gebied opkalefaten, die gaat het gebied een mooie plus geven. En als waterschap willen wij daar graag in meedenken. Wat betreft de groene kering gaat hij een hoogte krijgen van variërend 2,52 plus NAP. Tot 2,54 plus NAP. Dat zegt de mensen weinig, maar dit houdt eigenlijk in praktijk in dat vanaf het maaiveld gezien de verhoging vanaf het huidige maaiveld tot de nieuwe kering circa 70 tot 90 centimeter is. Op sommige plaatsen een meter, op sommige plaatsen net wat minder, afhankelijk van het huidige maaiveld. In Ter Heide Haven brengen wij dus een keerwandje aan. Dat keerwandje dat heeft een hoogte van gemiddeld 70 tot 90 centimeter. U ziet hier een hoogte aangegeven, dit is 90 centimeter. Mocht u langs het haventje willen wandelen, kunt u altijd nog prachtig uitkijken over de haven, in het water of verderop richting het Haagse Beemde Bos. Aan het eind van het project leveren wij nog een mooie ecologische verbindingszone op tussen het Marchands en het Bastion. We gaan vanaf het water met de dijk een hoekje, een stukje landinwaarts terug naar de markt
En in dat gebied gaan wij nog een stukje natuur inrichten aan het eind van het project. Een onderdeel van de uitvoering van het project is ook het doen van OO-onderzoek. Oftewel onplofbare oorlogsrestenonderzoek. Er is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten. Ook in Terheide, het buitengebied. Zo hebben wij bijvoorbeeld twee grote bommen gevonden in het Terheide buitengebied. Ondertussen ontmanteld en uit de grond gehaald door de EOD onder andere. De projectplannen zijn vastgesteld, de aannemers zijn aan boord. Het waterschap gaat nu samen met de aannemers het traject verder in. Wat inhoudt het verder uitwerken van het ontwerp en het uitvoeren van de dijkversterking. Hiernaast heb ik een overzicht van de planning. Ruwweg houdt dat eigenlijk in dat wij dit najaar, deze winter 2022-2023, al starten met de kap van bomen. En de realisatie die zal starten in sommige deelgebieden eerder in het jaar, februari, maart. Andere deelgebieden aan het eind van het jaar. De aannemer is aan boord, wij willen naar buiten gaan. Helaas kunnen we niet alle wensen van de bewoners honoreren, maar we proberen wel zoveel mogelijk mee te denken in de gemak en ongemakken die u ervaart tijdens de uitvoering. Hiervoor zal de aannemer contact opzoeken via verschillende kanalen. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij onzedijken@brabantsedelta.nl. En refereer aan mij, Lex Heijmans.